Het zijn de best wel leuke vrienden in de toekomst als ze ouder zijn te beschrijven. Jouw penis is vrij leuk. Dat is het wel. Ja, we hebben de tijd naar mij gekomen, maar ik dacht gewoon op jezelf. Die poster wil ik in mijn kamer. Ja, die wil ik ook hebben. Die wil ik inderdaad in mijn kamer. Gewoon boven mijn bed, echt elke dag. Oh, Hani. De fans van Harry Potter. Ja, dat is beloofd van wat, denk ik. Ben, is het goed dat jullie er zijn? Duurt wel even. Ik ben in Amsterdam zijn, hè? Is er ergens hier in deze stad kun je ze vinden? Ja, ik weet zelf ook niet waar. Hij weet het gewoon echt op een piek. Maar ik denk dat ze hier niet ver vandaan zijn. Zorg. Ze zijn er echt. Maar even een belangrijke vraag voor jullie hier op het Rembrandtplein met het mooie weer. Waar zijn de fans van Harry Potter? Ja! Ja. Je ziet het, hè, wat er allemaal komt kijken. Bij zo'n mooi evenement als dit. Je bent eigenlijk getuige van wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Want zometeen over een, ik kijk op mijn horloge, een minuutje of 20 ongeveer. Dus het aftellen is begonnen. Dan zijn zij hier. Drie sterren die al die films ons hebben laten genieten. En jullie gaan ze zometeen in het echt ontmoeten. De broers Fred en George, James en Oliver Phelps. En hij is er ook. Hij is er ook. Ron Weasley, Mr. Rupert Grint. En zij gaan een hele bijzondere foto tentoonstelling openen met daarop bijzondere beelden en foto's uit de geschiedenis van alle Harry Potter films. Je vindt daar prachtige beelden over wat er achter de schermen allemaal gebeurt bij het maken van de Harry Potter films. En vanavond zullen zij deze tentoonstelling gaan openen en dan gaan we aftellen naar de première. Vanaf 13 juli te zien in de bioscoop de laatste Harry Potter film, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. En dan zijn we inmiddels 11 jaar verder. Nog even geduld. 11 jaar. Een minuutje of 20 en dan zijn ze hier. Maar ik had begrepen, ik ga eens even kijken hoor. Ik kan oplopen dat het allemaal goed gaat hier. Ja, jullie zijn echt de grootste fans, hè, die hier vooraan staan. Ook jullie zijn de grootste fans, ja. Ik had begrepen dat er hier al mensen vanmorgen om 9 uur stonden. Maar ik kan je wel vertellen dat je geduld beloond wordt. Want nu zitten er nog allemaal heel veel hekken tussen. Maar het schijnt dat je de kans hebt om een handtekening te mogen vragen en op de foto te zetten.
We gaan nog genieten, jongens. Nog even geduld, een paar minuten en dan zijn we hier. Straks. Maar laten we alvast een klein beetje warm draaien met elkaar. Je staat heerlijk in het zonnetje. En ik ben ervan overtuigd dat de drie acteurs op zoek zijn naar hun grootste fans hier in Nederland. Dus ik wil je nu alvast een beetje vragen. Schreeuw je niet schor, maar als ze dan straks hier binnenkomen en ik kondig ze aan, hoe hard schreeuwen jullie dan? Vooral jullie daar aan de zijkant, en zij staan helemaal vooraan. Maar jullie, ik kan je vertellen, de auto komt daar achterlangs. Maar zij staan daar helemaal goed. En die stopt dan hier. Oh ja, op de rechterkant. Komen ze hier over de magische zwarte lopen. Zij is persoonlijk. Hier het podium. Ik zie het Jemmersjournaal is er, RTL Boulevard. Dus als je een beetje knap bent, dan kom je misschien nog op televisie, hè? Bij Showbiz Rubriek. SBS Show Nieuws, vanavond nog op televisie of niet? Ja, vanavond of morgen. Kijk eens aan, zowel in de vroege als de late editie. Wie is de grootste fan van Ron Weasley? Mr. Robert Grint is hier natuurlijk, maar we vergeten niet de hele Weasley-familie. Fred en George, James en Oliver Phelps. Oh, George, nog niks. Ja, jongens, het einde nadert. De ontknoping is nog 13 juli is de première van de laatste Harry Potter film. Harry Potter en de Deathly Hallows Part 2. Dat is eigenlijk het einde van een complete generatie waarmee wij met z'n allen zijn opgegroeid, hè, in de Harry Potter films. Ze kunnen niet zien aan. Het begon allemaal met Harry Potter en de Sorcerer's Stone en het zal eindigen met Deathly Hallows Part 2. Jongens, ik kan jullie vertellen, de pers, als die zich installeert, dan kan het niet lang meer duren voordat ze hier zijn. Laten we nog even oefenen. Als dan daar die drie limousines aangereden komen. Ze stappen daar uit. En ik ontvang ze hier op het podium. Wil ik jullie horen als ik zeg... Krijg een dag applaus. James en Oliver Phelps en Ron Weasley, Mr. Robert Grint. Dit staat ze hier voor je neus. Dan kun je ze bijna aanraken. En ik ga het je nog één keer vragen. Vooral ook daar aan de zijkant. Oké, met een gillen. Waar zijn de fans? Van Fred en George, James en Oliver Phelps. Waar zijn de fans? Van Ron Weasley, Mr. Rupert Grint. Ik denk dat ze jullie al kunnen horen. Drie limousines die hier zullen arriveren. Straks op de foto en tentoonstelling te openen. Elf jaar lang. De boeken, de verhalen, de magie. Vandaag een spectaculaire start met de drie sterren uit de films hier aanwezig die de foto tentoonstelling zullen openen. En daarmee de aftrap geven naar de grote première vanaf 13 juli te zien in de Nederlandse bioscopen.
ziet het staan op de reclameborden. It all ends. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Hij zegt het echt op de Nederlands. Ik wil je vragen natuurlijk als zometeen die drie limousines arriveren. De longen uit je keel te schreeuwen. Laat horen dat jij de grootste fan bent van Harry Potter. En natuurlijk van onze drie sterren die hier zometeen over de magische zwarte loper aanwezig zijn. En hier op het podium staan. En de eerste foto's zullen onthullen. Daarna de interviews met alle pers. Maar daarna gaan de hekken weg. En komen zij naar jullie toe. Naar de mensen die hun groot gemaakt hebben. Want jullie zijn de fans van Harry Potter. Ja!